Hey, hallo. Een paar dagen geleden is er eigenlijk iets gebeurd waar we even over moeten praten. Een paar dagen geleden was ik naar de stad gegaan. Super gezellig. Want ik wilde van die digitale Pokémon'tjes vangen op mijn telefoon. En daar kwam ik drie fans tegen die me aanspraken. En die waren niet zo blij met mijn bericht. Wat ik had achtergelaten in de grote knutselclub, dat ik was gestopt met Pankies. En ze waren eigenlijk best wel agressief. En toen hebben ze me eigenlijk gewoon in de houtgreep genomen en meegenomen naar de speelgoedwinkel om kaartjes te halen en geforceerd een video te maken. Allereerst wil ik even zeggen dat ik dit eigenlijk helemaal niet vind kunnen. Weet je, doe gewoon normaal. Het is een beetje lastig om erover te praten, dus ik heb een kleine video erover gemaakt, zodat jullie een beetje kunnen zien wat er is gebeurd. En als je dit ooit bij iemand anders ziet gebeuren, dan kun je het stoppen. Laten we gewoon gaan kijken. We gaan nu beginnen met de pankjes openmaken. Mag ik Allemaal al? tegelijk. Mag ik al? Ja, en de winnaar, De winnaar. die krijgt alle andere pankjes. Oh wacht, hier heb je codekaartje trouwens als je wil. Wow. Jee. Okay, codekaartje voor die mensen. Ik heb een pakje. Oh shit, dit is voor de fans. Code dingetje. Wat? Oh mijn god. Fuck off met die codes. Oh wacht, dit is voor de fans. Ik doe 4 naar voren. Kut nou toch eens op met die codes. Vier van de beste. Nee, drie. Drie, 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 drie. Nee, vier. Ja, maar sommigen hebben geen energy, toch? Deze hebben wel energy. Oké. Wie is de winnaar van ronde 1? Oh. Heeft niks. Bobby, ik zeg het randje. Kijk. Dat is een prismkaartje. Kijk. Fuck. Kijk hier. Wat een randje. Wat is dit? Woe! Oh. En je hebt nog ziek het rij ook nog. Ik ga dood, ik ga dood. Alweer hè, alweer. Ja, je kan al niet meer winnen. Ik zag een cool randje. Je bent je... Oh, ja, verneukt. Fuck dit. Wat? Omdat die groen is. Ja, omdat die groen... Dat heb ik toch uitgelegd in mijn fucking video, man. Hoe kan dit? Hoe kan dit nou? Nou, Bowie, nou is jouw beurt. Ja, Bowie, nou moeten we jouw video maken. Gaan we nou een daadwerkelijk professionele video maken? Ga nou wel bewijzen als dit ook kut is, zijn deze echt gerekt. Dan had je gelijk. Ja, dat zeg ik toch. Die dingen, er zit niks in. Aaron heeft gewoon heel veel geluk gehad. Had hij wat? Ja, tot die ziek het remmen. Ja. Mijn statief kan niet eens stil blijven staan. Dit vind je heel gek, man. Oké, wacht. Oké, kijk, zie je, zo maak je hem open. Er zit een code achter. Wat doe je met die code? Opkutten. Iets voor de fans. Hier, boom, 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 boom. Je wil alles opruimen. Kut. Oh, je hebt helemaal niks. Ik heb niks. Dit, weet je wat nog het kutte hiervan is? Die kutdoos was 20 euro. Nou, hè? Nee, was 17 euro. Troepje. Ja, wel alles opruimen hoor. Ja, ik gooi het zo meteen allemaal gewoon weg. Had je niks. Waarom laat ik me altijd overhalen?
Iedereen zit om me heen, ik word helemaal bezweet. Ja, maar het is ook warm. Het is trouwens community dag vandaag. Oh ja, dan moet ik per se zijn. Nee, het is Labras Raid Day. Klinkt goed. Het is geen community dag. Bro, we hebben helemaal niks. Oh, die is... Ja, oei. Shit, wat is wat? Kijk die Gengar. Welke deze? Oh, die is hier. Wow. Dat is wel echt heel heftig om die beelden zo weer te herleven. Het is net of ik er weer helemaal bij ben. Ja. Ik heb eigenlijk alleen maar dit nou kunnen voorbereiden voor deze week. Want ik heb er, ik heb er niet van kunnen slapen. Ik lig er de hele nacht wakker van. En, ik weet het allemaal niet meer, weet je. Ik ben gewoon lief voor elkaar. Dat was het. Dit wordt echt helemaal kut om te editen. Het is niet mijn probleem, bro. Het is jouw probleem. Dit wordt helemaal kut.